Ik denk dat alle mama's die dit zien, of zelfs alle papa's ook, je krijgt een soort Leeuwinnengevoel op het moment dat ze aan je kinderen zitten. Aan je kinderen mag gewoon niemand komen. U hoorde net de mama van een meisje van 16. Haar dochter werd afgelopen zomer het slachtoffer van een home invasion. Deze twee dieven zijn op klaarlichte dag hun huis in Antwerpen binnengedrongen en werden verrast door het meisje. Ze hebben haar overmeesterd en vastgebonden. Een schokkende ervaring voor haar. En daarom getuigt haar mama in haar plaats. Op 30 augustus 2022 is een meisje van 16 alleen thuis. We noemen haar Alice, een schuilnaam. Ze was TikTok-filmpjes aan het kijken en haar make-up aan het doen. Omdat ze afgesproken had om met vriendinnen weg te gaan. Rond 11:30 middags bellen er twee mannen aan de voordeur. Maar Alice hoort het niet. Die hebben gedacht dat wij niet thuis waren. Die zijn door de voordeur naar binnen gekomen. Door het slot te forceren. En hebben alle tijd genomen om het huis te doorzoeken. Alle lades, alle kasten zijn ze in geweest. Ze zijn ook op de eerste nog in alle rust bezig geweest. Mijn dochter heeft dat allemaal niet gehoord. En op een gegeven moment hoort ze zware voetstappen op de trap. En was daardoor al verbaasd en alert. Omdat ze dacht, ja, mama is aan het werk. En haar zus was op vakantie, dus wie is dat? En ze draait zich naar de deur toe. En op dat moment gaat de deur ook open. En er staat een vreemde man in haar slaapkamer. Ja, voor haar totale paniek. Want zij wist natuurlijk ook niet, wat komt hij doen? Ze merkte ook wel dat hij geschrokken was. Maar ja, voordat ze het wist, nam hij al mee naar beneden. Daar is de compaan van de man net de kasten aan het doorzoeken. Alice moet meteen op haar buik gaan liggen. Zij heeft dat gedaan, helemaal in over de toeren en huilend. Op dat moment bindt hij haar handen op de rug vast en haar voeten met het snoer van de föhn. En aait hij haar over haar rug, omdat ze heel erg in paniek is en aan het huilen is. En zegt tegen haar, ik ben een goede man. Een moment wat voor haar eigenlijk het meeste impact had. Omdat ze toen heel bewust was, wat gaan ze nog meer doen? Maar hoe meer zij in paniek raakte, hoe meer hij haar wilde troosten. En hoe meer hij haar ging aanraken. Uiteindelijk is Alice vastgebonden. En de twee gaan rustig verder waar ze mee bezig waren. Ze hebben nog wel even verder gezocht of er niks te halen was. Ze hebben ook gevraagd aan haar, zijn er sieraden, is er cashgeld en waar ligt dat? Pas na zo'n 20 minuten vertrekken de twee weer en kan Alice zich losmaken. We hebben afgesproken in de straat waar het gebeurde met de politie van Antwerpen. Zij voeren het onderzoek. We zijn hier op het einde van de Leeskorfstraat waar de homejacking heeft plaatsgevonden. Vanaf dit punt weten jullie ook hoe ze gegaan zijn, hè? Welke richting ze gegaan zijn? Ja, dat klopt. We hebben inderdaad de daders via de camerabeelden kunnen oppikken. Dan hebben ze gezien dat ze direct naar het tramhalte De Preter hier wandelen. Dat is ongeveer gebeurd, 12:25 ongeveer hebben ze daar kunnen oppikken. Dan zien we ze ook verder dat ze daar dus de tram nemen. Wat doen ze daarna? Ze hebben tram 9 gepakt, die rijdt stadsinwaarts. Ze zijn uitgestapt op pre-metrostation Opera. Vanaf het moment dat ze boven komen uit de metro, dan nemen ze een zijstraat van de Meer en begeven zich eigenlijk richting Antwerpen-Noord. Via het Sint-Jansplein gaan ze verder naar de Van Kerkhovenstraat. Hier komen de twee mannen erg duidelijk in beeld. De home invasion vond plaats op 30 augustus in de Leeskorfstraat in Bocherhout. Daar nemen de twee verdachten de tram naar het centrum van Antwerpen. Vandaar gaat het via de Franklin-Rooseveltplaats en de Van Maarlandstraat naar het Sint-Jansplein. Even verderop, in de Van Kerkhovenstraat, geraakt de politie het spoor bijster.
Het laatste beeld dat we van de verdachte hebben is aan de woonblokken van de Van Kerkhovenstraat. Op de camerabeelden zien we dat ze heel vlot door Antwerpen bewegen. Dat ze eigenlijk nergens naar hun straten moeten zoeken, dat ze eigenlijk de omgeving wel kennen. Dus wij hebben ook het vermoeden dat ze inderdaad van Antwerpen zelf zijn of dat ze toch zeker iemand kennen waar dat ze terecht konden. Ja. Wat kan u vertellen over de twee verdachten? De twee verdachten zijn twee mannen. De ene is redelijk zwaarder, mollig gebouwd, laat ons wel zeggen. Zo ongeveer 25 à 30 jaar oud. Tussen 1,70 meter en 1,80 meter groot. Heeft een lichtgetaande huidskleur en kort zwart haar. De tweede verdachte is heel slank gebouwd. Heeft ook een lichtgetaande huidskleur, zwart haar en heeft het dragen van een brilletje. Zijn haar is bovenaan, de kruin is hij kalend. De mollige man die spreekt perfect Nederlands volgens het slachtoffer, wel met een accent. Onderling spraken de mannen een vreemde taal, een taal die het slachtoffer ook niet kon thuisbrengen. Iedereen die tips heeft over deze twee mannen kan contact opnemen met de politie op het gratis nummer 0800 30300 of via mail. Terwijl zij rustig op de tram zitten, kan Alice zich eindelijk losmaken. Pas nadat ze weg waren, heeft ze zich kunnen losmaken en heeft ze mij dus kunnen bellen. Ik heb haar meteen laten ophangen om de politie te bellen. Die heb ik gebeld. En met dat ik met de politie aan de lijn was, ben ik in volle vaart naar Antwerpen teruggereden. En zij is terug naar de dressing gegaan totdat de politie zou arriveren. Toen ik aankwam rijden, ik denk dat ik mijn auto midden op de weg heb gezet. Maar dat is alsof je een soort filmscenario binnenrent. Dus ben je alleen maar blij als je er weer vast kan houden. Ja, en er bent.